Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op ons kanaal. Voordat ik verder ga, ik weet niet of jullie het kunnen horen of dat misschien alleen ik het hoor. Maar er is iemand aan het maaien, blader aan het blazen of iets dergelijks. Dus mocht je een beetje een soort van vervelend geluid horen op de achtergrond, dat is helaas iemand die op dit moment per se dit moet doen. En ik ben een persoon die op dit moment per se de intro moet opnemen. Maar goed, sorry daarvoor in ieder geval. Zoals ik al zei, welkom bij een nieuwe video. Ik had jullie in een paar video's eerder al verteld dat we ook graag weer wat kerst DIY's willen gaan doen. Gewoon speciaal voor deze feestdagen en als extra video op ons kanaal. Dus dat is de allereerste video die ik voor jullie heb. Ik wilde er gewoon eentje doen die gewoon lekker makkelijk was. Die budgetproof is en gewoon ook met spulletjes die je misschien al zelf thuis in huis hebt. Of die je gewoon lekker makkelijk kunt gaan krijgen. Dus zoals je misschien wel aan de titel kan zien, heb ik vandaag een DIY voor jullie waarmee je gewoon verschillende items kan maken voor in de kerstboom of om je cadeautjes mee te decoreren. En deze zijn allemaal gemaakt met zelfdrogende klei. Dus je hebt niet een oven of iets dergelijks nodig, maar gewoon wat tijd om het te laten drogen. Toen ik deze video filmde, was Tara nog op persreis op Aruba, dus zij is er deze keer niet in deze video. Maar ik heb wel hulp ingeschakeld van iemand anders en dat is mijn moeder. Ik ben gewoon gezellig naar Houten gegaan, naar haar huis. Dus in deze DIY gaan we gewoon samen verschillende dingetjes maken. En ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Dus ik wens je alvast veel kijkplezier. Nou, wat heb je nodig voor deze doe-het-jezelf? Natuurlijk is het allerbelangrijkste de klei. Dat is deze klei. Gewoon te koop bij de Action. Het is echt super goedkoop en heel erg makkelijk in gebruik. Je kan het vinden bij de kinderafdeling. Daarnaast hangt een beetje af van wat je gaat doen met de klei en hoe je het wil versieren. Maar wij hebben natuurlijk deze deegrollers om het klei wat platter mee te maken. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat mijn moeder van deze hoe noem je dit? Een soort van stansletters zijn dit. En hier zitten allemaal letters van het alfabet in. En dat ziet er zo uit. Hier staat bijvoorbeeld enjoy op in spiegelbeeld. Dus wanneer het dan in de klei doet, dan komt het daarop te staan. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Kan je gewoon allemaal verschillende soorten woorden en namen op je klei maken. En verder heb ik nog wat touw, wat versieringjes zoals glitter, een zilveren stift, wat verf. En we hebben hier ook wat uitsteekvormpjes in verschillende vormen. Dus we snijden gewoon nu een stuk van het klei af. En we hebben hieronder een snijbordje gelegd, zodat we niet de tafel kapot maken. Je gaat gewoon heel eventjes snel kneden met je vingers, maar het is echt super makkelijk om te doen. En daarna gebruik je de deegroller om de klei wat dunner te maken. En dan pak je een van de uitsteekvormpjes. Wij gaan in dit geval gewoon voor een simpele ronde. En die druk je er gewoon in. En daarna haal je de andere klei heel makkelijk weg. En dan heb je gewoon een rondje. Je kan hem nu gewoon heel simpel wit houden, wat ik ook wel heel erg mooi vind. Of je gaat het bijvoorbeeld beglitteren. Omdat de klei nog een klein beetje plakkerig is, dan blijft de glitter ook best wel goed zitten. Dus dat strooien we er nu gewoon op. En daarna kan je het met je vinger een beetje erin werken, zodat het nog beter blijft zitten. En nu gaan we gewoon met een satéprikkertje een gaatje bovenin maken. Dat is echt super makkelijk. En nu kan je het labeltje zo houden of je gaat hem nog eens personaliseren. En dat gaan wij doen. En dan gebruiken we deze stanslettertjes voor. En hier hebben we Larissa op gezet. Tada! Wat ook een heel leuk idee is, is om een beetje kant te pakken. Een kanten stof. En dat kan je dus over de klei heen leggen. En daarna ga je nog heel even met de deegroller eroverheen. Zodat je het patroontje van het kant in de klei krijgt. Nou, voor de volgende DIY gaan we leuke kommetjes maken. Het zijn kommetjes waar je van alles en nog wat in kan doen. Je sleutels of gewoon wat kleingeld. En wat je daarvoor nodig hebt is eigenlijk gewoon een stuk lap klei. Wat je over een ander kommetje gaat heen leggen. Dus in dit geval is het een vrij diep kommetje. Maar wat je ook kan doen is een wat ondieper kommetje maken. En we hebben nu gewoon een dekseltje van een kommetje gepakt. Dus zoals je kan zien wordt deze heel erg ondiep. Dit is ook echt super makkelijk om te doen. We beginnen weer met een stuk klei. En dat gaan we gewoon weer helemaal plat rollen. Hier heb je natuurlijk wel wat meer klei voor nodig. Omdat we natuurlijk een wat groter oppervlak nodig hebben hiervoor. En daar leg je de klei gewoon overheen. En zorg ervoor dat je hem een klein beetje meedrukt met de bolling van het kommetje. Zodat hij straks echt dat goede vormpje heeft.
Zo, en dit is mijn kommetje. Ik heb hem gewoon heel simpel gelaten, dus helemaal wit. En de randjes zijn wel wat speelser of wat rustieker, om het zo maar te noemen. Die zijn een beetje ongelijk. Mijn moeder is inmiddels pootjes onder haar kommetje aan het maken. Ja. Het ziet er wel heel erg schattig uit, maar het is wel heel erg leuk om te zien. Dus je kan er echt heel veel verschillende variaties mee doen, net maar waar je zelf zin in hebt. Voor de volgende DIY hebben we 3 gelijke stukjes van de klei nodig. Want we gaan 3 verschillende sterren maken die we dan straks onder elkaar kunnen hangen als leuke hanger. Nou, omdat dit dus een hanger wordt, ga ik gaatjes maken aan 2 kanten. Aan de bovenkant en ook aan de onderkant, zodat de sterren zo meteen onder elkaar kunnen komen te hangen. Nou, omdat ik 3 sterren heb, leek me leuk om gewoon een soort van zinnetje te doen met 3 stappen. Dus dit is de eerste. Have a Mary. Oké, zit niet helemaal in het midden. Maar ja, gives it character. En de laatste is Christmas. Tada! Nou moeten deze gewoon maar even drogen en dan kunnen we straks de touwtjes erin hangen. En dan kunnen ze onder elkaar. Nou, persoonlijk hou ik er wel heel erg van om gewoon lekker minimalistisch en wit te houden. Zoals je hier ziet. Maar wij dachten, is het misschien ook mogelijk om misschien iets van voedingskleurstof toe te voegen aan de klei. Om te kijken of we het een ander kleurtje kunnen geven. Dus dat gaan we even proberen. Welke kleur heb je daar? Zwart? Zwart. Ik heb niet veel nodig volgens mij. Misschien ook wel mooi als je zo'n soort van swirl overhoudt. Dan blijkt het een beetje op marmer. Het ziet er echt uit alsof het marmer is. Ja, het lijkt net groen marmer. Ja, als je hier dan bijvoorbeeld dus een rondje uitstanst. Zal ik dat doen? Ja. Oh. Kijk dan, dat ziet er echt wel heel cool uit. We hebben nog wat extra klei gemengd met het zwarte verf, wat dus blijkbaar een beetje groen uitvalt. En daar hebben we dit kommetje van gemaakt, dus we zijn heel erg benieuwd of het morgen er ook nog zo mooi uitziet als dit. Nou, dit zijn alle dingetjes die we vandaag hebben gemaakt, met daar nog wat kommetjes. En we hadden het eerst hierop gedisplayed om te laten drogen, maar het is handiger om het op een rek te leggen, zodat er ook nog lucht van boven kan komen. En van onder bedoel ik trouwens. Net zoals eigenlijk als je vers gebakken koekjes hebt. Dus we gaan deze even op het rek verplaatsen en dan droogt het hopelijk wat sneller. Zo, het is inmiddels de volgende dag en ik ben weer terug in Houten om te kijken bij de creaties die we gisteren hebben gemaakt. Het is allemaal helemaal gedroogd, dus dat is fijn. We hebben ze al van de kommetjes afgehaald. Ze zien er nu al heel erg leuk uit, maar het leek me leuk om ook nog een paar net even iets meer versiering te geven. Dus ik heb mezelf even omringd met verf, glitters, touwtjes, dat soort dingen. Dus ik ga gewoon het een en ander nu helemaal afmaken. Dit is trouwens het kommetje geworden die we dus eigenlijk met verf een beetje marble hebben gemaakt. En zoals je kan zien heeft de verf wel een beetje gebloed als het ware. Dus de lijnen zijn niet zo heel scherp meer zoals we gisteren eigenlijk zagen. Maar alsnog is het resultaat wel echt heel erg cool. De kommetjes heb ik nu allemaal versierd en beschilderd. En nu ga ik verder met de sterretjeshanger. Dat zijn dus de 3 sterren die onder elkaar komen te liggen. En die ga ik verder heel erg simpel houden. Maar ik heb natuurlijk wel de touwtjes nodig om ze onder elkaar te hangen. En dan ga ik ook nog een leuk belletje aan doen om het net extra kerstachtig te maken. Thank you.
Nou, zoals je kan zien waren deze DIY's echt super makkelijk om te maken. En wat ook heel erg leuk is, is dat je alles gewoon helemaal kan personaliseren. Je kan het nog voller maken met glitters en versiersels. Of je kan het juist nog wat simpeler maken, wat jij maar wilt. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk om aan jullie te laten zien. Dat je gewoon met deze klei heel veel verschillende kanten op kunt. En misschien heb je zelf ook wel een ideetje wat je met zulke zelfdrogende klei kunt maken. Mocht je dat ideetje willen delen met de rest van de kijkers, laat vooral eventjes achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd of jij al wel eens DIY's hebt gemaakt met deze zelfdrogende klei. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om te zien. Geef hem vooral een duimpje omhoog en dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je heel snel weer terug zondag in een nieuwe weekvlog. Doei!